Karsen Genk is heel belangrijk geweest voor mij. Zeker omdat ik hier ben opgegroeid. Van mijn 6 jaar tot lang daarna heb ik hier gevoetbald. Ik heb hier heel veel mooie jaren doorgebracht. Ik koester niks als warme herinneringen en mooie tijden hier. Wij geloofden in ons plan altijd. Ik denk dat Genk altijd een beetje heeft gestaan voor mooi voetbal. Het entertainen van de supporters in het stadion. Zeker dat jaar hebben we enorm mooi voetbal kunnen koppelen aan punten. In het begin van dat seizoen hadden we gezegd van we willen zeker in die Champions Playoffs zitten. Door het feit dat we er zo vroeg zeker van waren, wil je gewoon voor het hoogste haalbaar gaan. Ik ben nu nog altijd supporter, maar vroeger in mijn kinderjaren was ik ook supporter. Als Genk dan verloor, dan deed dat pijn. Als ik dan op het veld stond, was ik meer verantwoordelijk als we verloren. Dus dat was nooit leuk. Ja, de play-offs van 2023 waren heel gek. De ploegen stonden enorm kort op elkaar in de rangschikking. Iedereen won van iedereen. Het was uiteindelijk tot de laatste speeldag dat er werd gestreden om het kampioenschap. Ik denk dat je de play-offs van toen en nu niet meer kan vergelijken. Ik heb altijd in het stadion gezeten. Als supporter van Genk, ik heb ook kampioenschap meegemaakt. Ik heb bekerwinsten meegemaakt als supporter in het stadion. Maar om dan effectief zelf op het veld te staan en heel speciaal. Ik krijg er zelfs nog kippenvel van nu, maar het is een gevoel wat je bijna niet kunt beschrijven.